Tijdens constructies. Ja jongens, we gaan beginnen aan de laatste fase. Dat is fase 4. En dat gebeurt hier zo. Hier om mij heen. Nou goed, dat bestaat uit twee delen. Fase A en fase B. En A is dan met de steukelplaten en B is met het asfalt. Ja, die moet even in twee delen gedaan worden, want als we aan het asfalt gaan beginnen, moet natuurlijk heel die rijbaan dicht. Dus daar moeten we even de tijd voor nemen en dan maken we eerst dit af en dan pas dat. We gaan eerst even de tyfuszooi opruimen. Hier staan nog klinkers, die komen hierin. Nog wat bandjes, container moet weg, steukelplaten eruit. Gaan we weer sleuf graven voor de bandenlijn die er komt. En een beetje baan maken. En dan gaan we lekker rommelen zo. Dus we gaan eerst even lekker de boel opruimen. Te zijn.
we hebben de onderbaan al gemaakt en de sleufjes voor de bandenlijn. Ja, ik zei al dat het een moeilijk hoekje zou worden. We hadden één hoogte. Ik zal even de tekening erbij pakken. En dat is plus 57 boven NAP. Maar goed, als we die daar op dat punt houden, daar zo, ja, dan komen we 30 centimeter hoger uit. Ja, dat is natuurlijk een beetje te gek. Dus eigenlijk is het wel een heel mooi klusje. Dus we mogen zelf een beetje gaan kijken hoe we dit gaan opknappen. We gaan 10 centimeter hoger zitten dan het asfalt. Dus we hebben hier de baan gemaakt. Maar het is een beetje een bijzonder plekje. Want het asfalt loopt naar beneden, dus dat is een afschot. Dan loopt hij van het asfalt daar naar beneden. Dat is een andere hoogte. En dan vanaf daar is ook een andere hoogte. Dus we zaten een beetje te pielen hoe we dat gaan aanpakken. Dus we hebben hier hoogtestenen gezet. Helemaal. En de baan gemaakt. 30 dieper. Dus we gaan nog één keer napoetsen, aftrillen. En dan kunnen ze gewoon zand in. En dan kunnen de stratenmakers de banden zetten. Dus we gaan even pielen.
uitgebroken. Er moest nog een beetje puin bij. Dat is gebracht. Alleen die beste chauffeur die had waarschijnlijk een maandag. Alles over mijn piketten heen. En die hebben het gewoon zo neergetiefd. Die was niet helemaal wakker. Maar dat geeft niet, dat knappen we wel weer even op. Hier ook al sleuvie gemaakt. Hoogte stenen erin voor de bandenlijn. Daar zo. Dus dat ging nog wel aardig. We gaan het even afvlakken, trillen en daarna profileren. En dan kunnen de banden erin. De gouden waai, joh.
Ja, zo, dat was dan fase 4. Dat was echt een mooie klussie. Mooi in twee stappen gedaan, voor dat verkeer natuurlijk, hè, dat niet lang de weg dicht blijft. Maar goed, wat hebben we gedaan? Hè? Een stukje uitgebroken en daarna zelf uitgezet, zelf hoogte bepaald. Dus dat was natuurlijk wel super vet. Nou ja, die stratenmakers met de Marginaal Straat, hè, super snel weer, super strak. En daarna nog even de berm afgewerkt. Ja, dat was het eigenlijk. Ik heb de vrachtwagen gelost en eigenlijk de machine alweer klaargezet voor maandag. Want dan gaan we naar de Botlek in Rotterdam. Ik heb geen idee wat we daar gaan doen, dat zien we dan wel weer. Maar goed, ik was het filmpje vergeten om af te sluiten in Schavendeel. En ik ben nou thuis, dus ik ga lekker ook afsluiten en ik ga lekker naar binnen toe. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.